Hallo, in deze video krijg je een uitleg over de tool feedbackgeletterdheid van het platform Leren van Toetsen. Laten we beginnen bij het begrip feedbackgeletterdheid. Wat is dat eigenlijk? Vroeger werd feedback gezien als een cadeautje dat een student kreeg van een docent. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de docent altijd wist hoe het moet, dat de student wel zou begrijpen wat de docent bedoelde, meteen met de feedback aan de slag kon gaan en de volgende keer beter zou presteren. Inmiddels weten we dat het niet helemaal zo werkt. Feedback is niet altijd makkelijk om te krijgen. Er komen emoties bij kijken en studenten begrijpen niet altijd meteen wat de feedback betekent en hoe ze het kunnen inzetten om hun werk te verbeteren. We weten nu dat het belangrijk is om studenten te leren om met feedback om te gaan, bijvoorbeeld door in dialoog met medestudenten en de docent te oefenen met het verwerken van feedback. En hiervoor hebben wij deze tool ontwikkeld. De tool bestaat uit 5 stappen. Die ik zo meteen 1 voor 1 met jullie bespreek. Daarnaast is er een proceskaart die per stap aangeeft of je die elk voor zich of samen met de groep doet en hoe lang je daar de tijd voor krijgt. Om het proces te bewaken wijzen jullie in je groepje 1 procesbewaker aan die tijdens de opdracht met een stopwatch de tijd in de gaten houdt en zorgt dat alle stappen op de goede manier doorlopen worden. Stap 1 is individueel. Iedereen heeft de ontvangen feedback op jullie groepsopdracht bij de hand, net als een post-it. Iedereen leest elk voor zich de feedback die jullie van jullie docent hebben ontvangen en vervolgens schrijf je op een post-it welke emotie je bij de feedback voelt. Voor de een is de feedback misschien heel vervelend om te lezen, de ander wordt er misschien juist onzeker van en voor weer een ander is het prima om te lezen. Kies dus de emotie die het beste bij jouw gevoel past. Schrijf ook kort op wat je van de feedback vindt en waarom je de emotie voelt die je hebt gekozen. Voor deze stap krijgen jullie 3 minuten. Stap 2 is de eerste groepsopdracht. Jullie bekijken elkaars post-its en vatten deze samen op het canvas met stap 1 en 2. Teken eerst in de cirkeltjes de emoties die jullie hebben aangegeven te ervaren bij de feedback. Lees vervolgens wat iedereen heeft opgeschreven over de feedback en beschrijf de verschillen en overeenkomsten die jullie hierin ontdekken. Bespreek of het voor iedereen oké is om door te gaan naar de volgende stap van de tool. Het kan zijn dat iemand nog wat kwijt wil of nog wat wil zeggen of vragen aan de docent. Dat kun je dan hier aangeven en ook meteen doen, want de docent is hier nu beschikbaar voor. Voor deze stap krijgen jullie 5 minuten. Als iemand nog wat nodig heeft om verder te kunnen, is het handig om daarop door te gaan. Want in de volgende stap gaan jullie met de feedback aan de slag. Stap 3 is weer een individuele opdracht. Je pakt de feedback die jullie van de docent hebben ontvangen er weer bij en probeert deze zo goed mogelijk te verwerken in de 4 blokken op het canvas. Dit hoeft niet letterlijk. Het is soms zelfs beter om de feedback in je eigen woorden samen te vatten. Wat hebben jullie goed gedaan? Welke nieuwe kennis over de opdracht heb je opgedaan? Wat kunnen jullie nog verbeteren of veranderen om jullie opdracht te verbeteren? En welke verrassingen staan er voor jou in de feedback? Voor deze stap krijgen jullie 8 minuten. Stap 4 is een groepsopdracht. Deze stap bestaat eigenlijk uit 2 stappen. Eerst voegen jullie in de 4 buitenste vakken in welke sterke punten, nieuwe informatie, verbeterpunten en verrassingen jullie uit de feedback hebben gehaald. Let erop dat je hier niks dubbel op schrijft. Daarna beantwoorden jullie de vragen in het middelste gedeelte. Wat zijn de belangrijkste punten waar jullie nog aan moeten werken? Wat is voor jullie gezamenlijk hierbij de grootste uitdaging? Voor deze stap krijgen jullie 12 minuten. Stap 5 is ook een groepsopdracht. Jullie pakken nu de feedback van de docent er weer bij en lopen de feedback per beoordelingscriterium na. Per beoordelingscriterium vat je eerst samen welke feedback jullie van de docent hebben ontvangen. Dan bespreken jullie samen hoe jullie hiermee aan de slag gaan. Hoe zeker zijn jullie dat dit de juiste oplossing is? Kleur dat aantal sterretjes in. Hebben jullie nog vragen over de feedback bij dit criterium? Schrijf die dan in de laatste kolom op. Zo loop je elk beoordelingscriterium langs. Voor deze stap krijgen jullie 12 minuten. Na de opdracht gaan jullie met je docent in gesprek aan de hand van Canvas 4 en 5. Hiervoor zal de docent een moment met jullie afspreken. Natuurlijk zul je deze uitgebreide werkwijze niet altijd gebruiken om feedback te verwerken, maar we hopen dat de tool jullie een idee geeft in welke stappen je met de feedback aan de slag kunt gaan. We zijn erg benieuwd hoe jullie het werken met de tool hebben ervaren.
We hebben hiervoor een korte vragenlijst van 3 vragen gemaakt die je kunt vinden door de QR-code te volgen. Succes bij het verwerken van jullie feedback!